Ja, een serie aan errors. En hij wil, en ze willen graag twee epic crates. Ja, die grap maakt hij echt altijd, jongen, bij mij. Oké, yo! Op de strand bij Nou, dan Malibu. gaan we lekker naar achteren toe. Gewoon Oké. leuk twee nummertjes uit Oh ja, te kiezen. kies jij maar eerst. Kies jij maar eerst. Oké. Kies een Ik mooi ga stuitje, voor. jongen. Ja, je mag doorlopen, Spekker. Ja. Ik ga voor 22. 22. 22. En dan ga ik voor. Ja. Tijdje, overlopen. Is 24 er nog? 24. Ja. En nummertje. Ik ben jarig op april 24, dus ik wil 24. En 24. En 24. Gewoon, misschien geeft het geluk, I don't know. Misschien geeft Ja. mijn verjaardag niet geluk, I don't know. Maar dat is mijn verjaardagdatum. Dus ik denk dat het wel geluk geeft. Hoop ik. Dan gaan we even We gaan het hopen, hopelijk. jongen. Ja, maar Oh. lekker naar de armacentjes Wel staan een mooi toe. aquarium, trouwens. Jullie En mooi leuke strand. spulletjes te geven. We gaan zien. Twee epic, Ja. let's Je hebt go. namelijk een Magenta Enchanted Chest. Oké. Daarbij heb je Cosmopolitan Enchanted Sorry. Pants. Een Yeah. mooi Gradle Enchanted helmpje. Oh, ik heb een Gradle Enchanted Magenta Enchanted Legs. Boots. Copper Enchanted Boots. Oké. Criminal Gear Enchanted Leggings. Ja. En om lekker de steden door te vliegen, een mooie glider. Elytra. Nice. Als je nog altijd een liftje hebt willen hebben in je huis, heb je hier een portalboekje. Niet één, Oh, maar twee. nice. Heen en terug. Ook heb je nog Red Glow Enchanted Boots. Oh, mooi. Met die is leuke best wel mooi. Seizoen 3 Legendary 2 Legendary 2? Party Quest Enchanted Oh Chestplate. my god. Daarbij heb je twee epic crates. Oh, holy shit. Holy shit, die zijn wel nice. Nice. Yes. Goh, oh, moet je kijken hoe nice die eruit zien. Ook gewoon rood en Oh, wit-wit. oké. Holy shit. Yes. Damn, jongens. Sick. Sick, sick, sick. Oké, Oh. Oh, Ja, ik denk thanks, dat ze man. jouw naam in de hoed uitspreken. Oh, Waarom ik je dope. Dope. Was dat heel snel? Maar in ieder Super doosje geval dope. daaruit gaan Oké, we ja, snel we gaan naar naar de uitgang. Ja, ja. Yes. Oei. Maar Hoe vet. is die in die boots ook legit? Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ja, Season 3 Legendary 1 item. En Party Quartz is Legendary 2 item. Wacht, ik word even aangesproken. Oh, door Hij hem. vraagt of we het verkopen. Verkoop je die portalboekjes? Oh, die portalboekjes. Ja? Moet ik het doen? Hangt er vanaf hoeveel die voor geeft, toch? We gaan gewoon gelijk verkopen, jongens. Gewoon gelijk verkopen. Oké, jongens, maar we hebben dus gewoon Superdoosje en ik hebben gewoon dus gewoon Party Quartz, Chestplate en Legendary 2 item. En deze, nou, het lijkt een soort van Redstone Boots. Die ik ongeveer een jaar geleden ook heb gepakt. En die zijn ook heel vet, maar deze is ook heel vet. Legendary 1 item. En Season een 3. Elytra. Super tof ziet het eruit. En natuurlijk een Elytra. En twee portalboekjes. En heel veel kleding natuurlijk. En dit is allemaal mede mogelijk gemaakt natuurlijk door Superdoosje, jongens. Dus check natuurlijk zeker even zijn Twitter in de beschrijving. Want hij is een superbaas. En ja, ik vond het super vet. Maar we gaan het natuurlijk nog even verkopen. Want ja, als iemand een leuk biedje, een lekker bod heeft voor twee portalboekjes, dan vind ik dat niet verkeerd. En jij denk ik ook niet. Nee, hij zegt 40k. Nee, ik kan Die ze altijd. Jimmy doet 40k. Ja? Als ze veel Ja. alle twee kopen. Serieus? Ze Ja. zijn tegenstrijdig. Oh mijn god, jongens. Ze strijden elkaar over gewoon. Oh, ze gaan bieden op elkaar. Oh my god. Ze gaan bieden, jongens. Ze bieden elkaar over. Oh. Misschien. Weet je wat we doen, Femke Louise? Jij koopt er één. Ik koop er één. Oh, dat is. Ze gaan nu een beetje vriendjesprobleem opgelost. Nee, heb er twee Oh nodig. Oh! Oh. Oh. Ik koop ze beide. 30k voor één. Boeit me niet hoe duur. Boeit me niet hoe duur. Oh my god. 30k voor één, jongens. Dat is al 60k. Oh, 32k. 35k. Oh, geld Oh. verdienen. Oh. Ze bieden elkaar nu over, jonge vriend. Ja. Goed, dan verkoop ik het in de Ja. tussentijd Ja, verkoop alsnog. jij het dan in de tussentijd en dan wil deze jongen me nog wat vragen. Of meisje, geen idee. Vertel die vriend dat ik 35 bood voor 1. Zeg ik? Hij heeft al gegeven, hij heeft al gegeven. Oh, maar hij is al verkocht, zeg ik maar gewoon. Ik heb nu 141k, dan Wow. geef ik je dat straks. Echt? 141? Hij zegt, verkoop je nog meer shizzle? Zullen we één Elytra verkopen, want we hebben er Ja, twee? kan. Ja, is goed dan. Dan verkopen we er ook nog gewoon een Elytra, toch? Dat is lekker handig. Ja, weet je. Dan heb je ook weer geld. Precies, dan hebben we weer geld. Dus we zijn weer rijk aan het worden. Jongens. Wil je vliegen? Hij heeft er al drie, zegt hij. Oh, nou, als hij er dan niet één wil kopen, dan laten we het gewoon zo. Kom mee, we gaan naar de Ja, tribune daar. oké. Ja, daar is het wel safe. Daarboven, weet je wel. Dit is het grootste.
het geld. Holy shit, super bedankt doosje. Of eigenlijk super doosje. Of eigenlijk Curlijn volgens mij. Dan gaan we even naar je huis toe lopen om even het alles er neer te leggen. Dus, maar ik heb geen huis. Of even denken, heb ik al een huis? In de Kaap toch? Ja, daar kan het in de Kaap. Dus dan zie ik jullie zo meteen bij de Kaap. Oké, we zijn in de Kaap en we gaan nu naar ik wil bijna zeggen mijn fabriek. Maar we gaan naar mijn gangbase. En daar gaan we alles opslaan voor tijdelijk eigenlijk. Want ik wil het graag eigenlijk straks zo snel mogelijk in Atlanta hebben. Als ik mijn plot in Atlanta heb gekocht. Maar dat duurt nog wel even. Dus dat kan nu nog wel even lekker daar zitten. Maar we hebben dus gewoon 2 legendary items gekregen. Superdoosje. De naam is wel erg moeilijk. Curlijn was het. Het is een hele moeilijke naam, jongens. Spreken jullie het maar ook maar even uit. Curlijn. Het is een hele moeilijke naam. Curlijn. Ik zeg het nog steeds verkeerd, maar het maakt niet uit. Oh shit, we hebben een Elytra, maar dan gebruiken we hem niet. Nou, we gaan hier gewoon omhoog en dan gaan we... Ja, voordat we fall damage krijgen. Precies. En dan gaan we naar een gangbase en daar slaan we dus even alles op. Want dat is wel de veiligste manier. Want kijk wat voor mooie spullen we hebben. Het is gewoon super vet. Wie had het verwacht, jongen? We hadden gewoon... Die 24 deed het gewoon, hè? Die mijn april, 24 april, mijn geboortedatum, zeg maar. Mijn verjaardag, dat deed het gewoon. Waarschijnlijk. En jou natuurlijk, jouw 22. 22, ja precies. 22 en 24. Dat waren gewoon de gelukscijfers, jongens, van de dag. Laten we het daarop houden. Oh ja, de Kaap is natuurlijk geüpdate, hè? Kijk. Met metro's en zo. Oh, er staat een metrostation. Oh, dat is wel heel fijn. Oh ja, ook gewoon waar mijn... Oké. waar je fabriek stond. Waar mijn fabriek stond. Ja, ze hebben even... Ze dachten, nou ja, de Kevin's fabriek staat er toch weer niet. Nou, dan kunnen we er wel wat bouwen. Ja, dat dachten ze waarschijnlijk. Ja, kijk, hier zit wel je plot, maar je bent best wel genaaid als je weer een huis wilt gaan bouwen. Ja, nou ja, maakt niet uit. Het is wel een stukje mooi. Wacht, nu. Hebben ze nou... Nee, dan. Vorige aflevering ben ik hier ook langs gelopen. En heb ik ook met stress in mijn hart. Want er kwam iemand achter me aan. Terwijl ik 500.000 op me had, zeg maar. En dat was wel een beetje eng. Maar gelukkig is dat nu niet zo. Nee, uiteindelijk niet. Maar dat was wel even eng. Maar goed, oké. We hebben het. We storten het op een bank. Oké, hoeveel geld hebben we nu? We hebben nu in totaal 640k. Oké, dat is een heel mooi bedrag om natuurlijk verder mee te gaan. Het was wel heel erg toevallig dat er echt 5 mensen zeg maar boden op die portalboekjes nadat we die hadden we gekregen. Hè? Dus dat is wel apart. Ja, maar ook gewoon, boden ze. Ze gingen gewoon over elkaar heen bieden. Ja, precies. Ze wouden het echt heel graag hebben. En uiteindelijk hebben we het verkocht voor een mooie prijs, denk ik. Het was wel mooi. Ja, 60. Ja, en ongelijk, weet je. Dat is ook wel... Misschien kon er wel 70, 80k voor krijgen. Maar ja, dit was lekker snel, lekkere hap. Daar hou ik wel van. Want ja, ik heb nog steeds niet het geld van financiën. Oh, verschrikkelijk. Want ik krijg natuurlijk nog mijn geld wat ik van mijn fabriek moet krijgen. Heb ik nog steeds niet op mijn bankrekening gekregen. Beetje vreemd, maar ja. En daar is het dan, hè. In het hoekje. Helemaal in het hoekje. Misschien moet ik toch maar de volgende keer even wat dichterbij kopen. Want dit is heel erg onhandig. Ja. Misschien is het wel beter als je wat verder komt. Dat is ook wel weer waar. Want ja, binnenkort... wil jij anders ook in de gang komen? Ik heb nog iemand gecontacteerd. Vandaag zelfs nog dat hij mijn chesten zou lokken. Dus dan zou hij als het goed is vandaag doen. Ik weet het niet. Zijn er met de chesten gelokt? Ik denk het nog niet. Maar die zou die wel doen. En dan kunnen we bezig met de gang natuurlijk. Oh, nou, deze heb ik ook nog. Deze goed. Dan gaan we eventjes dit doen. En dan gaan we... Op een gegeven moment Ja, natuurlijk. Oh, dat is ook wel handig. Want ik heb maar 6 flesjes. Oh, wat is dit? Oh my god, jongen. Oh, kijk hoeveel kleding we hebben. Of eigenlijk ik nu. Oh, super doosje. Er zit nog een Elytra extra bij. Super bedankt, man. Ja, nog een Elytra. We gewoon 2 Elytra's. Oh, super dope. En we hebben 2 gold. Oh, super dope. Deze wil ik niet stekken. Het zijn oude. En donuts, Halloween donuts. Super tof. Super doosje, super bedankt. Want namelijk, super doosje, misschien wil je het zelf wel zeggen, want je gaat stoppen met Mytopia, toch? Ja, ik speel nu meer Fortnite en zo, maar... Precies, en dan gun je het mij meer. Dus echt super, een dikke shout-out naar Superdoosje. Echt, zijn Twitter staat in de beschrijving, want hij is super vet. We hebben allemaal spullen van hem gekregen. En natuurlijk ook de loot crate. Super tof. Een super toffe aflevering weer. 2 legendary items hebben we uit de pack opening gekregen uit de loot crates. Super dope, super veel geluk. Klik natuurlijk zeker even op dat duimpje omhoog. Abonneer zeker even voor meer loot crate video's. En op de hoogte te blijven van loot crate video's en video's op mijn kanaal. En dan check ik jullie later.